En na 5 jaar is daar een officiële stichting van gemaakt, de Stichting Hulpgehandicapten. Zonder dat er wat aan de strijk zou blijven hangen. Als ik het voor die mensen doe kan, dan wil ik me wel plezier. Alles wat er eigenlijk op een avond aan werk gedaan moest worden, ja, daar hielpen we wel mee. Aan loop verkocht niet te weinig. Dan ben ik nog eens een dag alleen de kampelanden wist. Dat ik eigenlijk uurtje en deurtje rond wist. Ik had de vee verkocht. Dan hebben we weer een avondje, fijn. Of dan hebben we weer een dagje om uit te gaan of wat ook. Ik denk dat dat heel veel kan doen voor mensen. Dan zie je de mensen echt genieten. De gehandicapte staat misschien even niet bij stil wat hij of zij mankeert. Dus ja, ik vind dat prachtig.